Die twee zijn hartstikke leuk op een feestavond van de middelbare school, maar een grote podium past hun niet. Ja, grote paniek in Nederland, want het Songfestival komt eraan. Maar ja, afgelopen weekend is weer gebleken voor de tweede keer dat onze inzending er niet klaar voor is. Ja, als het te slecht is voor het feest van de wansmaak, dan moet het wel heel slecht zijn. Hè? Maar kijk, de eerste vereiste natuurlijk als je mensen daarheen stuurt, is dat ze een beetje kunnen zingen. Ja. En daar heb ik deze twee nog niet op kunnen betrappen. De eerste keer zou het nog komen door de earplugs, maar de tweede keer bleek het weer vals, dus ze kunnen het niet. Ik zou zeggen, haal ze uit de strijd en stuur een nieuw bataljon. Ja, want wat dat betreft zijn er in Nederland natuurlijk echt fantastisch veel mensen die goed kunnen zingen. En waarom dan, ja, waarom hun niet sturen? Nou, omdat het probleem met het Songfestival is altijd, ze kijken dan altijd naar mensen die daar jaren voor dat gedaan hebben en... Duncan Lawrence heeft gewonnen en die heeft ons een hele batterij van mensen daarin gevlogen. En kritiek kan hij niet meer tegen, dus wat krijg je? Een paar van deze stumpers gaan zingen en niemand durft er dan wat van te zeggen. Die Duncan, dat piepkuiken, die heeft gewonnen een keer. Niet omdat hij een leuk liedje had, want dat was natuurlijk een afschuwelijk liedje. Maar die heeft gewonnen omdat het een soort circusvoorstelling is. De ene clowns act volgt de andere gekke act op. En dan is een jongetje achter een piano rustgevend. En denken de mensen, laten we daar maar op stemmen. En zo is die jongen gewonnen. En toen is het hem een beetje in zijn bol gestegen. Toen dacht hij dat hij een groot componist was. Nou, we hebben nu kunnen horen dat dat niet het geval is. Zo hoort, hè? Als je het zo even terugdenkt aan het fragment, als je nu luistert, wat gebeurt er met je? Nou ja, ik zag al dat mensen in huilen uitbarsten. Nou, ik kan gewoon op Spotify goede muziek luisteren. Ja. Dus maar ik kijk daar als ramptoerist naar. Als je nou een juffrouw in Nederland hebt als Davina Michel. Ja. Niet mijn genre, maar een geweldige zangeres en uitermate geschikt voor dit soort voorstellingen. Ja. Kijk, die meid heeft het wel helemaal. Ja. Dennis Grace? Ja, die vind ik ordinair, want die gaan met pakken yoghurt gooien misschien. Moeten we ook niet wat liever zijn voor ze? Het is niet zielig, nee. Ze staan daar wel, hè? Ja, maar wacht nou even. We hebben voetballers hier in het stadion, want die moeten ook voetballen. We mogen dat toch om lachen? Het is entertainment, het is vermaak. Dus ja, het is ramptoerisme. Die twee zijn hartstikke leuk op een feestavond van de middelbare school, maar een grote podium past er niet. Is het enige goede nieuws misschien dat deze inzetting zo slecht is dat de kans op een eerste plek eigenlijk uitgesloten is, waardoor het dus ook niet naar Nederland komt volgend jaar, het hele circus? Nou, misschien dat het bewust gedaan is, want het is nogal een dure onderneming, heb ik gehoord. Dus nou ja, dat kunnen we als winst betitelen, dat de belastingbetaler deze onzin niet hoeft te financieren. Hallo? Hallo, abonnees? Hallo? Hey! Daar zijn jullie! Hé hey, jongens, ja, wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe abonnees van ons kanaal. En weet je waar dat kan? Alsjeblieft jongens, klik erop.